Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kan me soms overweldigd voelen in een grote groep. Terwijl ik extravert ben, terwijl ik van veel mensen hou, terwijl ik wegpieter als er maar een kleine groep is. Ik hou van grote groep, maar soms kan er momenten zijn dat je je zo klein voelt dat je denkt, wie ben ik? Ik bedoel, in een stadion bijvoorbeeld, boven in het stadion, duizenden mensen. En dat je denkt, man, wat zijn er veel mensen en dit is nog maar één stadion vol. Of ik heb me soms overweldigd gevoeld als je bijvoorbeeld in een grote stad bent. Wij waren op huwelijksreis naar Thailand. En weet je, dan kwamen we aan in Bangkok en we hadden een persoonlijke gids. En we gingen lekker fietsen door Bangkok heen. En we hadden, wat zeg je? Ja, massage. Nee, daar gaan we het niet over hebben vandaag. ja, niet afleiden. Stond niet in mijn tekst. Maar weet je, je komt dan lekker in restaurants. Je eet veel natuurlijk als je in Thailand bent. Leuke tentjes. En wij werden op meegenomen naar een van de hoogste torens in Bangkok. Om daar te eten en op het balkon over de stad uit te kijken. Weet je, dan heb je van die momenten dat je denkt van, man, wat is die stad groot. Zo ver je kon kijken, zag je hoge torens. Het krioelen van de mensen. Auto's door elkaar heen rijden. Op zo'n moment besef je in één keer, dan betrapte ik mezelf erop dat ik dacht van, wie ben ik? Ik ben lijkt wel een mier in een grote mierenhoop die nergens toe doet, zeg maar. Soms kan je dat overvallen. Of eigenlijk, welke invloed heb ik eigenlijk in het grote geheel van die miljarden mensen die op aarde zijn? En datzelfde gevoel kan ik hebben als het gaat over die tekst die Jezus noemt in Matthäus 28, net voordat hij dat hij zijn discipelen verlaat, dan zegt hij dit. Ga heen, onderwijs al de volken. En doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En lerend alles wat ik u geboden heb, om die in acht te nemen. Onderwijs alle volken. Ik bedoel, wij hebben nog de techniek om in het Engels de hele wereld zo een beetje te bereiken, zeg maar. Nou, niet helemaal, maar je snapt wat ik bedoel. Maar het kan je soms overweldigen als je dat leest. En ik geloof dat een van de redenen die dit gevoel veroorzaakt, is denk ik de manier waarop we kijken naar invloed. Of beter gezegd, hoe we kijken naar influencers. Naar influencers. Want wie is hier een influencer? Ha! Hey, yes, ik heb ze. Maar je moest wel even nadenken. Ben ik het of ben ik het niet? Want wat bedoelt hij? Want je mind triggert je dat je denkt van, ik heb geen genoeg volgers op social media om een influencer te zijn. Ik bedoel, mijn grootste frustratie is nog steeds dat hij die meer volgers heeft dan mij. Ik snap het ook wel. Het is veel leuker om te volgen. Maar de andere kant, ik denk dat jullie in je hoofd hadden van, ja, maar ik ben hier in de kerk en ik ben geleerd dat ik invloed heb op deze wereld. Dus ja, ik ben een influencer. Maar dit woord influencer is nieuw leven ingeblazen door social media. En de definitie van influencer is dat we iemand als een influencer zien als iemand een groot podium heeft op social media, YouTube, Instagram, noem maar op. Ik bedoel, neem Bas Smit. Ik heb Bas Smit meegenomen vanmorgen. En deze fles heb ik cadeau gekregen van Roos en Peter. En niet zomaar, omdat ze weten dat ik fan ben van Bas Smit. Oh, heeft hij een idool naast Jezus? En een lekkere fles, hij moet nog opengemaakt worden. Kaasje erbij die je erna erop kan zetten. Helemaal leuk. Ik weet niet wie kent Bas Smit. Hij heeft inmiddels bijna 1 miljoen volgers. Dus ik denk dat sommigen van jullie hem ook volgen. Nou, ik vind hem gewoon leuk. Ik ga naar Instagram toe om zijn pagina op te zoeken. Als ik niks te doen heb, dan denk ik, kijk even bij hem. Heeft hij wat leuks meegemaakt? En ik was net te laat voor de Bad Smit balletje in je bad. Wie heeft hem gezien met van die leuke sproeien? Ik was net te laat, ik wilde hem hebben. En vanmorgen kwam ik erachter dat Peter zelfs sokken aan heeft van Bas Smit. Hoe gek kan het worden, jongens? Ik weet, je bent in de kerk, we gaan het zo meteen over Jezus hebben. Maar de definitie, hoe leuk ik Bas Smit ook vind en hoe graag ik ook naar hem kijk, weet je, en hoe groot zijn invloed ook is en hoe gaaf hij die ook gebruikt, ik denk dat we een verkeerde definitie hebben van influencer. Want we moeten niet verwarren dat iemand een influencer is door te kijken naar zijn podium, naar zijn platform. Want als ik kijk naar wie mijn leven geïnfluenced heeft, beïnvloed heeft, dan zijn het niet de grote namen. En dan zijn het niet de namen die jullie misschien kennen. Sommigen wel, sommigen niet. Ik had een docent aan de PABO die buiten de wijsheid die hij had voor zijn vak, wijs dat over het leven en op een moment naast me ging zitten en een paar handvatten over dit leven meegaf. Hij heeft me geïnfluenced. Het zijn mijn ouders geweest die hard hun best hebben gedaan. En jullie mogen zeggen of het gelukt is. Ze zijn in de zaal, dus kijk uit wat je zegt. Maar
bloed, zweet en tranen om me zover te krijgen. Bloed, zweet en tranen, kan ik je vertellen. Mijn broer was erger hoor. Weet je, het is een ontzettend lieve vrouw geweest. Mijn geestelijke oma noem ik haar wel eens voor de grap. Die de tijd nam om even naar mijn verhaal te luisteren. Een kopje thee voor te zetten en even voor me te bidden. En dan ging ik weer. Het was een jeugdleider geweest die mijn struggles in die tijd erkende en me verder hielp. Hey, we hebben net summercamping gehad. Wat een fantastische tijd. Echt een fantastisch weekend. En als je het hebt over doorbreken, Peter en Ilona en zoveel mensen in dit huis hebben zoveel invloed op mijn leven gehad, waar ik eeuwig dankbaar voor ben. Weet je, wie heeft deze kerk geïnfluenced? Ja, Peter en Ilona, zul je zeggen. En ik ken een paar mensen die er bij de start waren. Oké, maar denk eens even verder. Ik hoop Ilona verhalen horen vertellen dat ze getriggerd werd door een poster. Een poster die opgehangen werd met een of andere tekst. Volgens mij iets van de kerk herbouwd op de eeuwenoude fundamenten. Zoiets stond erop. Nou, niet bepaald een tekst waar staat kies voor Jezus of wat dan ook. Maar Ilona triggerde het. Ze stuurde Peter naar die evangelisatiecampagne. En het is een draai geworden in hun relatie met God, in hun journey. En ze werden geïnfluenced in hun journey om deze kerk uiteindelijk te starten. Waardoor jij hier zit, waardoor ik gezegend ben, waardoor jij hier gezegend bent. En zoveel mensen. Weet je, onderschat niet wat God kan doen met het ogenschijnlijk kleine invloed die jij hebt. En ik wil een nieuwe definitie van influencer neerleggen en dat is deze. Een influencer is een persoon die waarde toevoegt in het leven van iemand anders. Een influencer is een persoon die waarde toevoegt in het leven van iemand anders. En wij zijn die influencers. Dus mijn doel is dat je vandaag naar huis gaat. En als die vraag nog een keer aan je gesteld wordt. Ben ik een influencer? Ja, ik ben een influencer. Ik heb maar één volger. En dat is mijn hond. Op social media. Maar ik ben een influencer. Weet je, want je voegt waarde toe aan de levens van mensen. Jij bent hier op aarde. Om Gods liefde door te geven. Om zijn waarde toe te voegen aan mensen, aan het leven van mensen. Ja. Weet je, in één ding moeten we onthouden. Onze invloed wordt niet bepaald door hoe groot ons podium is, maar hoe waardevol de persoon die voor ons zit, voor ons is. En dat moeten we niet onderschatten. Kijk naar Jezus in Johannes 4. En ik pak datzelfde verhaal die ik 2 weken geleden heb gesproken. Heb je die gemist? Maakt niet uit, je kunt de lijn volgen, je kunt hem naluisteren. Over die Samaritaanse vrouw bij de waterput. En ik zal het even kort samenvatten. Jezus komt moe van de reis bij de put en die gaat zitten. En hij heeft daar een ongelooflijk bijzonder gesprek met die vrouw, die Samaritaanse vrouw. En om een lang verhaal kort te maken, deze vrouw was de roddel van het dorp. Iedereen kende haar, maar niemand kende haar. Snap je wat ik bedoel? Ja. Wij hadden een karatekid in de straat wonen vroeger. Karatekid, zo noemden we hem, want hij stak onze ballen lek. En iedereen was bang om aan te bellen. Waarschijnlijk zou het een hele liefdevolle vriend zijn, of een hele liefdevolle man zijn geweest. Weet je, maar soms framen we, die vrouw was geframed op een bepaalde manier. Iedereen kende haar, maar niemand kende haar. Weet je, ze had 5 mannen gehad en de 6e was niet eens haar man. Deze vrouw was diep afgewezen. Ze was niet van haar man gescheiden, de mannen scheiden van haar, wat ik toen zei. Weet je, en de leegte vulde ze op door steeds weer in een nieuwe relatie met een man te stappen. Om uiteindelijk die leegte te vullen en proberen te vullen met hetzelfde wat haar zo kwetste. Maar dit was een bijzondere ontmoeting. Want Joden hadden geen omgang met Samaritanen. En weet je, al helemaal wat ik zei, hè? Geen Joodse rabbi met een Samaritaanse vrouw. Dat was zo'n grote kloof. Het was onmogelijk om die cultuur dicht bij elkaar te brengen. We zien het straks ook in de reactie van de discipelen. Zit hij met een vrouw te praten? Ze zeggen niet eens Samaritaan, maar dat was al het grote verschil. Maar ondanks al die diepgewortelde verschillen was dit voor Jezus geen issue. En hij begint een gesprek met haar, waarbij uiteindelijk die vrouw erachter komt dat Jezus, ze twijfelde nog, maar dat Jezus de lang verwachte Messias was, waar ze zo naar uitkeek. En het hele dorp liep uit. En ze brengt het hele dorp bij Jezus en tot geloof. Amen. Weet je, maar het aparte van dit verhaal is dat Jezus door Samaria heen moest gaan, staat er. Weet je, en ik geloof dat het was omdat hij haar dan zou ontmoeten daar. Hij wist dit. Weet je, maar stel je nou eens voor dat deze ontmoeting tussen Jezus en die Samaritaanse vrouw
in deze tijd had plaatsgevonden. Ik bedoel even, niet het jaar 30 na Christus, maar het jaar 2021 na Christus. Hoe anders zou het er dan uitgezien hebben? Ik bedoel, stel je voor dat wij in de schoenen van Jezus hadden gestaan. Weet je, waarschijnlijk was Jezus, als hij als mij was geweest, aankomen rennen vanuit zijn meeting. Ja, druk, druk, druk. En vermoeid van de reis, lange meeting. Zitten en ondertussen mijn mobiel pakken. Ik heb dorst. Waar kan ik even zappen om even wat naar water te bestellen die binnen 2 minuten aan mijn deur staat. Weet je, en ondertussen dat ik achter mijn masker zit. Hè, we doen het allemaal wel eens. We zitten in een gesprek en we denken, ik vind het minder interessant. We trekken ons masker op, genoemd de mobiele telefoon. Maar moet je eens voorstellen dat Jezus dat had gedaan. En gedacht had, oké, ik bestel zo snel mogelijk water, want Jeruzalem is de plek om te zijn. Dat is de place to be. Jeruzalem, daar ga ik mijn ministry bouwen. Ik had net denk ik gedacht. Daar waren de religieuze leiders. Daar was het druk. Daar waren de mensen. Als je indruk wilde maken, dan moest je daar zijn. Weet je, maar Jezus was niet onder de indruk van hoe groot zijn podium was. Hij was onder de indruk van de waarde van zijn publiek. En daarom ziet hij die ene vrouw. Weet je, dan komt mijn eerste punt. Jezus was geroepen om in het moment te zijn. Wij zijn geroepen om in het moment te zijn. Zodat we de waarde herkennen van dat moment. Weet je, maar vaak, en ik trek zelf, hoe zeg je dat? De schoenen aan, hoe zeg je dat nou? Het gaat ook over mij. De boeteschoenen, dat is hem toch? Zoiets. Nee, snap wat ik bedoel. Maar vaak is dat we de waarde van het moment missen, doordat we niet in het moment zijn. Hoeveel weten waar ik het over heb? Ik bedoel, ik ben vaak wel daar, maar met mijn hoofd heel ergens anders. Of anders gezegd, we zijn zo druk met wat er straks komt, dat we de waarde van het moment aan ons voorbij laten gaan. Gisteren was ik nog een leuke familiedag, Oud-Valkenveen, voor het eerst daar, helemaal fantastisch. En ik moest oppassen dat ik niet al met mijn hoofd hier was, bij de preek. En je zit er soms op het punt dat we zo bezig zijn met later, dat we zelfs hopen dat het moment voorbij is. En laten terugkijken en spijt hebben van de momenten die we gemist hebben. Ik bedoel, degene die kinderen in de luiers hebben, die begrijpen wat ik bedoel. Poepluiers vooral. Ik denk, als dan. Weet je, oh wat lekker als het straks. Ken je die zin? Oh wat lekker als we straks. En je kijkt naar die foto's van later terug. En je denkt, oh waar is de tijd gebleven? Waar is de tijd gebleven? Ik had van de week een mooi gesprek met een vrouw. Ik was bezig en de vrouw kwam met een hondje langs. En ik zei, hey, goedemorgen. En had ik niet moeten doen, ik zat gelijk aan de vast. Maar iets in mij zei... Nee, heel lief vrouw. Maar in ieder geval... Wat zeg ik nou allemaal? Maar ik voelde in mezelf dat ik door wilde gaan. Hallo, ik was bezig. Ik had net een moment dat ik dat eindelijk kon doen. Hè, dan wil je door. Maar iets in mij zei, nee, stop even. Heb even aandacht voor haar. En we hadden zo'n gesprekje over van alles en nog wat. En ze vertelde dat haar zus in Amerika woonde. En uiteindelijk kwamen we op het feit dat haar man 7 jaar geleden overleden was. En dit is wat ze zei. Zij zei tegen me, in één zin, en die bleef hangen. Er is geen later, er is alleen maar nu. Amen. Weet je, en dan snel was het gesprek afgelopen en ik ging door. En die zin bleef hangen. Er is geen later, er is alleen maar nu. Amen. En hoewel ik natuurlijk eerst... In mijn christelijke brein dacht, ja, er is wel later en er is een eeuwigheid, joh. En dus, bleef hij gewoon hangen en ik besefte me, ze heeft gelijk. Ik kan niet weten wat er over 30 seconden met mij is, of met jou is, of wat de situatie is. 30 seconden kunnen we nog niet eens vooruitkijken. Er is geen later, er is alleen maar nu. Dus dit is het punt. We zijn geroepen om in het moment te zijn, zodat we de waarde van het moment herkennen. Weet je, en dat is precies wat Jezus besefte. Jezus wist hoe waardevol die ene ontmoeting was. Weet je, hij wist wat het was om in het moment te zijn. Weet je, om daar zijn invloed te hebben en niet in het later. Hij was niet bezig met, als ik toch in Jeruzalem was. Heel eerlijk had ik wel gedacht, als ik toch in Jeruzalem was. Weet je, in onze gedachten spelen soms spelletjes met ons, die als-dan spelletjes. Wij kennen ze denk ik allemaal, als ik dit zou hebben, dan. Vul maar in, dan zou ik gelukkig zijn. Dan zou ik meer weggeven. Als ik dat zou hebben, dan zou ik meer invloed hebben. Als ik de volgers had die mijn vrouw zou hebben, dan zou ik echt gelukkig zijn. Dat is waar. Weet je, als ik daar zou zijn op die plek,
dan. Weet je, jonge mensen doen dit heel veel. Heb ik ook ontzettend veel gedaan. Ik zit hier alleen. Lockdown. Als ik daar zou zijn, dan zou ik iemand zijn. Weet je, maar het is een leugen. Niet het als-dan spelletje spelen. Je bent in het moment en je bent daar voor een reden. Amen. Weet je, en dat is precies wat je uit het moment haalt. Die als-dan spelletjes. En je bent niet daar, dus zorg... Je bent niet op die plek daar, als-dan. Dus zorg dat je de waarde van het moment niet voorbij laat gaan. Amen. En dan staat er in Johannes 4, vers 6, staat er... Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Dat is de enige tekst die ik lees, hoor. Dus ik ga niet verder, dus pak hem. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Bizar. Jezus ging zitten. Degene die wist wat er allemaal nodig was om deze wereld te redden, die wist wat er speelde, die wist dat hij geroepen was om de wereld te redden, die ging zitten. Ik hoorde laatst iemand zeggen, er staat nergens in de Bijbel dat Jezus rende. Goeie les voor mij. Maar hij ging zitten. Hey, wanneer is de tijd dat jij gaat zitten? Wanneer heb je de tijd om even helemaal in het moment te zijn? En degene te zien die er op dat moment is. Wanneer ga je zitten? Weet je, of ben je zo druk met alles wat nog gebeuren moet, of wat er nog komt, dat je het moment mist? En je bidt, Heer, gebruik me, breng mensen op mijn pad. En God zegt, moet je om je heen kijken wat de mensen er zijn die ik op je pad breng? Weet je, maar ik geloof dat ons grootste probleem niet zit in de dingen die we allemaal moeten doen. Maar onze grootste probleem zit in de tijd die we allemaal besteden aan dingen die er niet toe doen. Ik had zo'n besefmomentje in de vakantie. Ik had geen Instagram, dat gooi ik er altijd even af in de vakantie als ik op vakantie ben. Ik had geen nieuws, ook eraf. WhatsApp had ik mijn meldingen uitgezet, dus dan komen ze niet in je schermpje, bliep, bliep, bliep. Dan zie je hem alleen als je hem opent. Heerlijk. Schat, waar ben je? Ja, half uur later zag ik hem. Nou, ik ben weer thuis. Maar bizar wat er dan gebeurt als je dat doet. En je mobiel even je met rust laat. Je begint te shaken. Je begint hoofdpijn te krijgen. Je wordt onzeker, want bed doe ik er nog wel toe. 'S Nachts komt er schuim uit je mond. Maar als je daar doorheen bent... Als je daar doorheen bent, dan kom je echt tot leven, mensen. Ik weet niet of je het nog kan herinneren, die tijd. Maar je komt tot leven. En ik hoorde gewoon de ruis om me heen en de mensen om me heen. En zelfs mijn kinderen hoefden niet 10 keer papa te roepen. Ja. Voordat ik van mijn mobiel afkwam. Nee, ik was in het moment en ik genoot van wat er gebeurde op dat moment. Weet je, ik geloof dit. Als we spreekwoordelijk gaan zitten, soms letterlijk, soms figuurlijk. We zullen verbaasd zijn hoeveel waarde we kunnen toevoegen in de levens van andere mensen. Weet je, en Jeffrey Rachmat zegt dit. Ik heb hem vorige week ook aangehaald. Leiderschap is waarde toevoegen aan de levens van andere mensen. En leiderschap is heel simpel, is gewoon invloed. Niks met je titel te maken, heeft niks met je rol te maken, heeft niks. Leiderschap is invloed. En dat is precies wat Jezus hier doet. Hij gaat zitten en gaat een gesprek aan. En met dat hij dat doet, voegt hij waarde toe aan haar leven. En deze vrouw was zo afgewezen, dat alleen al het oog wat Jezus voor had, waarde toevoegde aan haar leven. Ja, weet je, alleen die eerste woorden die hij sprak, zorgden dat haar hart open ging. Want er was iemand die tegen haar sprak. Weet je, we moeten niet onderschatten dat één enkel woord van ons een enorm verschil kan maken. Weet je, jouw woord van bemoediging, jouw aandacht die je geeft, jouw tijd die je geeft om echt even te luisteren, kan een enorm verschil maken in iemands leven. Amen. Weet je, maar we zijn niet alleen geroepen om in het moment te zijn. Je bent ook geroepen om vol liefde en genade te zijn, zodat harten opengaan. En dat is mijn tweede punt. Weet je, en ik vind het elke keer bizar om te zien hoe Jezus buiten de discussies van die tijd staat. En buiten de denkwijze ook. En verschillende keren in het gesprek wordt hij afgeleid om met die vrouw in discussie te gaan. Die met hem begonnen over van allerlei dingen. En dan staat er, in Johannes 4 staat dan dit. Ik lees hem even voor. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat er... ik hou even wat dingen door elkaar. Ja, hier. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken? Die een Samaritaanse vrouw bent, want Joden hadden geen omgang met elkaar. Weet je, ze probeerde Jezus in een discussie te trekken over afkomst en gender. Even, hoe actueel is het? En Jezus draait het gesprek terug naar waar het echt over gaat. We zongen het, fix your eyes on Jesus, he is madly in love with you.
Weet je, laten we niet richten op alles wat er hier in deze wereld gebeurt. Maar waar het om gaat, als je zou weten wie het is die tegen je praat, zegt hij, dan zou je hem vragen om levend water. En even later, het gesprek gaat verder, dan begint zijn religieuze discussie. En welke berg moeten we aanbidden? Met andere woorden, wat is goed en wat is fout? De Gerizim of Jeruzalem? En terwijl Jezus wist dat Jeruzalem de plek was waar hij terug gaat komen. Dat gaat nog steeds gebeuren. Jezus komt terug daar. Weet je, werd hij niet verleid om in discussie te gaan? En door het hele verhaal zie je dat Jezus niet meegaat in de discussie. Ze probeert eigenlijk een gesprek te voeren op een aards niveau. Met alles wat er speelt in die tijd. En vooral buiten zichzelf te houden. Maar Jezus is niet druk met alle dingen die hij uiteindelijk niet te doen. Hij ziet de waarde van haar en wil zijn liefde en genade laten zien aan haar. Weet je, dat zou ook ons doel moeten zijn. Geen discussies winnen over wie je gelijk heeft of niet. Weet je, soms moet ik heel eerlijk zeggen, word ik zo moe van alle discussies die er spelen, waar ik soms zelf ook aan meedoe. Weet je, en er is een enorme cancel culture ontstaan. Waarin we zeggen van, als jij niet met mij eens bent, dan skip ik je uit mijn leven. En dan denk je, ja, doe niet zo. Oké, hoeveel mensen heb je verwijderd van je social media omdat ze net niet zeiden wat jij ook dacht? Weet je, als we één misstap begaan, als Bas Smit bij wijze van spreken één misstap begaan, hup, alle adverteerders cancelen hem, want hey, we willen er niet mee geassocieerd worden. Maar hey, Jezus wilde geassocieerd worden met mensen die gecanceld werden. En zijn reputatie stond op het spel, maar dat maakte niet uit. Jezus werd later zelf gecanceld. Hij weet wat het is om uit te reiken naar diegene. Laten wij niet bang zijn om mensen onze hand uit te steken naar mensen die uiteindelijk door de cultuur gecanceld worden. Weet je, laten we uitkijken, doorbrekers, dat we niet meegaan in die cultuur. Ja. Weet je, laten wij opstaan, vol liefde en genade. Voor mensen die niet binnen die kaders vallen, ook niet in onze eigen kaders. En ik merk snel hoe snel je mensen in een vakje plaatst. Even terug naar de camping, Tuitje Horen, Place to Be, waar wij zijn geweest. Dan sta je op het veld en dan gaat het veld leeg. Wij staan er 3 weken, dus we hebben 3 wissels meegemaakt. En dan komen er weer mensen aan. En het eerste wat je doet is observeren wie komen eraan. En hey, is dat een match? En kampeerders herkennen dat, denk ik. Oh, wat voor caravan. Nou, er kwam een tabbet. De echte kampeerders weten waar ik het over heb. Dit waren mensen, en ik moet uitkijken, Amsterdam kijkt mee. Maar het waren Hagenezen. En weet je, de muziek ging gezellig aan. En ik zit hier voor mijn rust. En een kerel van 50 liep met zo'n beatbox. En hoe snel je in je hokje gaat van mensen in een hokje plaatsen en veroordelen. Ja, joh, je bent 5, doe normaal, doe eens even. Tot ik een wijze les kreeg van Heidi. Schat, laat ze in hun waarde en stop met ze te veroordelen. Amen. Ja. Zitten zo snel in het hokje, maar op het moment dat je mensen begint te oordelen, sluit je je hart voor hen. Op het moment dat je begint te oordelen, sluit je je hart voor hem. Weet je, en dit vind ik zo mooi als je kijkt naar hoe Jezus leefde. Waar hij ook kwam, juist diegenen die er niet toe deden, kregen liefde en genade. En juist als niemand meer was, waar ze op terug konden vallen, dan was Jezus daar om zijn handen uit te strekken. En stuk voor stuk gingen hun harten open en zo wil ik leven. Ja. Weet je, en wij zijn geroepen om vol liefde en genade te zijn voor de mensen om ons heen. En dit is wat de wereld nodig heeft. Amen. En het is niet zomaar een kletspraat, dit is wat de wereld nodig heeft. Een veilige plek waar mensen naartoe kunnen. En daar ben jij. Weet je, waar ze gewoon kunnen zijn. Gewoon in de kantine op je werk waar ze kunnen zijn. En gewoon hun stront over het hele weekend kunnen vertellen. Zonder dat jij er ook maar een orde over hebt. Amen. En gewoon luistert. En gewoon ervoor ze bent en ze lief hebt. Weet je, moet je kijken wat er gebeurt met Jezus. Nu die deze Samaritaanse vrouw vol liefde aangesproken heeft. Gaan we verder in Johannes 4. De vrouw zei tegen hem. Ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Ze verwachten hem. Wanneer die gekomen is, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, maar ik ben het. Die met u spreekt. Wat een moment, moet je dat voorstellen? Man. En op dat moment kwamen zijn discipelen en zij verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Je hebt van die momenten, dan heb je een mooi gesprek met iemand en dan komen er van die discipelen binnen. Dan denk je, ja, aan je kop, ik ben net op het punt aanbeland waar het over gaat. En toch zei niemand, wat zoekt u? Of wat spreekt u met haar? Dat durfde ze gewoon eigenlijk niet te vragen. De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen, kom. Zie iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Zou hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar hem toe. Wat is hier gebeurd met deze vrouw? Deze vrouw die eerst op het heetst van de dag komt waterputten omdat ze zich schaamt voor de mensen ontloopt, zorgt ervoor dat een hele stad uitloopt om naar Jezus te komen.
Weet je, deze ogenschijnlijk onbelangrijke vrouw, zonder Instagram, zonder platform, zonder podium, wordt door God gebruikt om een heel dorp in beweging te brengen. Weet je, en ik weet niet waar je zit in dit leven. Maar één ding is zeker, hoe groot of klein jouw podium ook is, hoe je ook over jezelf denkt, als je Jezus een werk in je laat doen, dan zul je verbaasd zijn wat er uit je leven gaat stromen. Weet je, en daarom zegt Jezus ook, zegt hij dit. Dat is mijn derde en laatste punt. Je bent geroepen om te zijn wie je bent, zodat Jezus door je heen kan werken. Om te zijn wie je bent. Iedereen wordt uniek geboren. Velen sterven als een kopie. Je bent gemaakt om uniek te sterven, omdat jij gemaakt bent naar Gods beeld. De vraag is dan, wie ben je? En het antwoord is heel simpel. Jezus geeft het antwoord in Matteüs 5, vers 13. U bent. Ja, komt-ie. U bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Waarmee zal de aarde gezouten worden? Het deugt nergens meer voor en zal weggeworpen worden en omvergelopen worden door de mensen. Maar u bent het licht. U bent. Jij bent het licht van de wereld. En een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder een korenmaat, onder een deksel, onder een emmer. Maar op de standaard, zodat hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen, laat je lichtje zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemel is, verheerlijken. En je licht schijnen, goede werken en ze zullen de Vader in de hemel verheerlijken. Weet je, wij zijn geroepen om een licht te zijn in deze wereld. En in Jezus' naam ben je een licht voor allen die in je huis zijn. Allen die in je kantoor zijn. Allen die op je werkvloer zijn. Allen die in je familie zijn. Je bent een licht. Weet je, en dit is wat we kunnen leren van een Samaritaanse vrouw. Je hoeft niet je leven op een rijtje te hebben. Je hoeft niet een Bijbeltekst precies te quoten met vers erbij om iemand te kunnen bemoedigen. Weet je, wij hebben zo'n standaard dat we alles voor elkaar moeten hebben voordat God ons kan gebruiken. Je hoeft niet de hele Bijbel van voor naar achter te kennen, basic geleerd te hebben uit je hoofd, alles gevolgd te hebben om een verschil te maken in deze wereld. Het enige wat je nodig hebt is een connectie met Jezus, zodat de bron van levend water kan gaan stromen. En je stel je eens voor hoe we van hier gaan en overal ons licht laten schijnen. Heb je wel eens een stad gezien van boven als het donker is en het licht begint te schijnen? Overal zie je lichtjes. En ik heb hier een foto meegenomen van Bangkok, van bovenaf. Weet je, als je beneden staat, voel je je soms midden in de duisternis. Dan denk je, wie ben ik nou, welke invloed heb ik? Maar wij gaan zo van hier. En het licht verspreidt zich overal door de stad heen. En als je het van boven bekijkt, ziet God zijn kinderen van licht de wereld intrekken. En overal waar we komen, steken we een lampje aan. Weet je, en zijn er mensen waar we waarde aan toe kunnen voegen. Weet je, en wat gaat er gebeuren als jij je licht verspreidt? Dan gaan jouw krantenkoppen veranderen. En ik heb het over de krantenkoppen waar Robin het vorige week over had. Vriendin stuurt liefdevol bericht aan vriendin. Buurman helpt buurman tijdens verhuizing. Jongen spreekt liefdevol woord tegen ouders. Man legt telefoon aan de kant om te spelen met kinderen. Vrouw ontmoet Jezus door goed georganiseerd little team. En denk je, dat verzin ik? Nee, dit is een waargebeurd verhaal. Bij mijn vrouw meegenomen, jaren terug in de Veluwehal. Net alleenstaande moeder, net een kindje gekregen. Je weet hoe spannend het is om je kindje bij little te brengen. Ze kwam de zaal in en ze zei als eerste, nu kan ik rustig zitten. Want het is daar zo goed geregeld. En die dienst gaf ze hart aan Jezus. Onderschat nooit hoe jouw invloed is. Terwijl je misschien zit te ploeteren daar en denkt, als ik hier niet meer hoef te staan, dan kan ik gaan zingen op het podium. Weet ik veel wat je in je hoofd hebt. Als ik dit niet meer hoef te doen, dan. En we verzinnen de grotere dingen. Maar God gebruikt je op de plek waar je bent. Jij bent een influencer. Je bent geroepen om waarde toe te voegen aan de levens van mensen. En wij zijn als Jezus in deze wereld. Je bent als Jezus. Je bent een licht. Je bent een kind van God. Je bent geroepen op de plek waar je bent. Weet je, mijn verlangen deze morgen is dat je beseft, hoe klein je invloed ook lijkt, dat je hemelse Vader jouw leven wil gebruiken om mensen zijn liefde
te laten zien. Wie is hier een influencer? Het zijn er heel wat meer dan aan het begin. Weet je, als laatste nog dit. Terwijl ik aan het voorbereiden was, stak dit briefje zo uit een rommelig bakje wat nog een keer opgeruimd moest worden. Er zaten allemaal spulletjes in en het is een briefje van mijn opa. En hij schreef altijd briefjes bij de envelop met een andere waarde. Dit heeft ook waarde en er zat ook iets in van andere waarde. 5 euro, 10 euro, 15 euro. En soms langere briefjes, soms kortere briefjes. En hij deed het bij de hele familie. Of we nou gelovigen waren of niet. Opa bemoedigde iedereen vanuit het woord. En hij komt ook op het scherm. Dus letterlijk het briefje wat ik hier in mijn hand heb. Heidi Jordi. Goed 2009. Samen delen. Het is goed dat hij dat erbij zette. Anders had ik het zelf gehouden. Van oma en opa. En jullie lezen hier niks achter, maar ik wel. Mijn oma was al jaren dement en lag als een kastplantje in een stoel. Maar door zijn daden en zijn woorden, door 2 keer per dag erheen te gaan, later 1 keer per dag, later erbij te gaan wonen, en door zijn woorden eerde hij haar totdat ze na haar dood nog steeds. Dan schrijft hij dit, Psalm 145 vers 5. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer, uw majesteit en uw wonderlijke daden. Weet je, mijn opa leeft niet meer. Maar zijn invloed gaat door. Ilona had het een paar weken geleden voor de zomer over godvrezende generaties. Weet je, generaties later klinkt zijn erfenis door. Zelfs zijn woorden klinken hier, vandaag. Weet je, ik weet zeker dat hij niet heeft gedacht toen hij dit briefje opschreef, dat zijn invloed hier vandaag deze zaal in zou gaan. Weet je, ik weet niet hoe je hier vandaag zit. Maar 1 ding weet ik wel. Jouw leven doet het toe. Waar je ook zit. Heb je er nog zo'n puinhoop van gemaakt? Jouw leven doet het toe. Jouw leven doet het toe. Iemand moet dit horen. Jouw leven doet het toe. Weet je, je bent een influencer. Je bent geroepen om een licht te zijn in deze wereld. Weet je, geen lichtje om ergens in een kerstshow in een kerstboom te hangen als decoratie. Maar als een looplamp. Om mensen uit die duisternis te leiden. Daarvoor ben je geroepen. Weet je, jouw woorden, jouw aandacht, jouw tijd, jouw acties voegen waarde toe aan de levens van mensen. Weet je, doorbrekers, er is een wereld te winnen. Overal waar jij komt, komt het licht binnen. Overal waar jij komt, komt Jezus zelf binnen. Zijn kracht, zijn licht. Hey, laten we een moment gaan staan en laten we met elkaar bidden. Vader, ik bid, Heer, dat we door dit woord heen gewoon het besef hebben dat we invloed hebben in deze wereld. Vader, ik bid, Heer, ze zullen zien dat we licht zijn in deze wereld. Vader, ik bid dat onze ogen open zullen zijn voor het moment waarop u ons in plaatst. De mensen om ons heen, dat we die zullen zien. Vader, geef ons woorden, geef ons wijsheid, geef ons ideeën om die mensen te bereiken. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons zendt als een licht in deze wereld. Dank u wel, Heer, dat u ons vertrouwt met uw goede boodschap, Heer, om deze wereld veranderd te zien. Om liefde te brengen als een lamp om duisternis te verlichten. Vader, zo zegen ik iedereen die hier in de zaal zit. En ik denk dat het goed is om een moment gewoon naar God uit te spreken. Om gewoon even naar God voor jezelf uit te spreken. Heer, ik wil een influencer zijn voor uw koninkrijk. Je neemt gewoon even de tijd op dit moment, als je dat wil. Of je nou nog nooit geloofd hebt en vandaag voor het eerst dat besluit neemt. Of al jaren meeloopt. Heer, ik wil een influencer zijn voor uw koninkrijk. Weet je, en dan mag je erop vertrouwen dat God bijzondere dingen door je leven heen gaat doen. Dingen die je misschien nooit zult weten. Posters die je op zult hangen, die misschien nooit het resultaat brengen. Ik zeg niet dat je posters op moet hangen, maar je snapt wat ik bedoel. Dingen die je doet waarvan je niet direct gevolg ziet, maar jaren later of misschien nooit het resultaat zult zien. Maar God gebruikt het. Dus neem het moment voor jezelf. Heer, Vader, hier zijn we. Vader, gebruik ons als influencers voor uw koninkrijk, Heer. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, voor wat u heeft gedaan voor ons, Heer. Dat we in uw naam mogen gaan en stromen van levend water uit ons binnenste zullen komen. Amen. Amen. Amen.